Het is een regenachtige zondagavond en ik sta hier bij het Eemsklooster in Amersfoort. Hier bevindt zich Rock City Escape, een escape room. Het gerucht gaat dat in het oude nonnenklooster de geest van Bloody Mary nog steeds mensen nachtmerries geeft. Welkom in een escape room. Eigenlijk is het heel simpel. Het is een spel. Je wordt opgesloten in een ruimte en je hebt 60 minuten de tijd om weer te ontsnappen. De mensen komen hier aan en ze worden ontvangen. En dan vertellen we even een beetje wat over het klooster. Geschiedenis een beetje in het kort. En dan nemen we ze mee naar de kamer. Krijgen ze nog een introfilmpje te zien, dan gaan ze de kamer in. En dan, dan vanaf dat moment staan ze alleen. Dan moeten ze op zoek naar aanwijzingen, puzzels oplossen, samenwerken. Dat is heel belangrijk. We zitten in een voormalig nonnenklooster. We waren al bekend met deze locatie en er stonden wat ruimtes leeg. Zelf een escape room gespeeld en gedacht, fantastisch leuk, maar dat kan beter. Onze kamer die heet Bloody Mary. Er zijn diverse variaties van de legende van Bloody Mary bekend. Wij hebben het verhaal een beetje aangepast naar een verhaal wat lekker met het klooster te maken heeft. Ja, ze spookt nog ergens rond, laten we het zo zeggen. Dat is niet een heel gezellig thema. Nee, nee. Ja, en kijk, dat is heel persoonsgebonden. We hebben mensen die, dat moet ik wel eerlijk zeggen, er zijn wel eens mensen die niet meer verder willen. Die daaruit gaan. Ja, en anderen lopen er lachend doorheen van begin tot eind. Het is heel verschillend. En het is natuurlijk I Believe in Bloody Mary. Geloven jullie zelf ook in Bloody Mary? Nee. Nee, ik denk het ook niet inderdaad. Ik geloof wel, eerlijk gezegd, in geesten en alle energie eromheen. Maar het verhaal van Bloody Mary, dit is een verhaal van vroeger. En ik denk dat we het daarbij moeten laten. Als je hier rondloopt, s'avonds in je eentje en je sluit de hele boel af, dan elk geluidje dat je hoort, dan denk je toch van, iets is er niet helemaal pluis, nee.